Vandaag konden we even profiteren van een tussenhoog. Bijna geen wind meer hier in Termen op 1020 meter. En lage temperaturen afgelopen nacht. Min 20 graden bijna in die hoge gelegen dalen. Ja, en hele lage dauwpunten vanmiddag in die Berner Alpen. Hier achter mij. Min 40 graden op 3500 meter. God droge lucht. Ja, dat is natuurlijk voor de sneeuw. En die pistes. Perfect. Alle redenen om zelf eens eventjes te gaan kijken hoe die sneeuw en die pistes erbij lagen. Vanmorgen dus de skis maar eens ondergebonden op Roswald. En eens even lekker die afdalingen meegepakt. Ik zou zeggen, kijk eventjes mee naar een pressie van Roswald op 1800 tot 2600 meter vanmiddag hier in Open Wallis. En weer terug in Termen 800 meter lager. Het is nu ongeveer een graadje of nul. En achter mij zie je nog steeds die mooie opklaringen, die lenswolken en ook die bewolking. En die bewolking en die lenswolken die zijn een voorbode op een weersverslechtering binnen 12 uur. Vanavond gaat die bewolking verder toenemen, gevolgd door sneeuw, pak een beetje zo rond middernacht. En in de nacht zal die sneeuwval zich over het hele Alpengebied en met name over die noordkant en die westkant gaan uitbreiden. In een alpien zuidkant valt er wat minder sneeuw. De sneeuwverwachting tot morgenmiddag is dat er zo'n 10 tot 40 centimeter hoger op zal gaan vallen. Ja, en daarmee is het dan voorlopig ook even gedaan met de sneeuwval. We krijgen te maken met een sterk hoge drukgebied dat heel langzaam over West-Europa en de Alpen gaat schuiven. We zitten een beetje dan onder die kern van dat hoge drukgebied, niet zoveel stroming. Dat betekent een inversiesituatie. Hogerop stroomt de ondersteuning van het subtropen hoog, hele zachte lucht binnen. En in die lage delen zit die koude plaklaag met hoognevel en mist. Ja, wat dat allemaal precies gaat betekenen voor de wintersporters, voor de sneeuw. Ik zou zeggen, volg het de komende dagen allemaal op www.alpenweerman.nl en natuurlijk op Twitter, Facebook en Instagram. En nog een hele fijne tweede kerstdag vanuit Termen in Open Wallis. En blijf volgen, hè. Ciao.